Hallo en wat's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber en een nieuwe playthrough van God of War Ragnarok. We zijn gebleven met Tyr, Atreus en Kratos in het hart van Alfheim bij de Tempel van het Licht voor de tweede maal sinds de vorige game. En we banen ons een weg helemaal naar de top waar Groa's drieluik op ons wacht, waar mogelijk een geheime profetie wacht van deze zieneres over Ragnarok. De weg naar boven krioelt van de lichtelfen, dit keer in plaats van de duistere elfen, die sinds hun machtsovername na de dood van Svartalfjör heel wat agressiever en gevaarlijker zijn geworden. Ze zijn vliegensvlug, hebben heel dodelijke en gevaarlijke zwaardaanvallen en lichtbollen die ze onze kant op sturen. Maar daar staat tegenover dat wij een heel gave nieuwe runeaanval hebben gekregen die het voordeel van Skavi heet. En heel wat schemersteen in de buurt om onze bijl alle kanten op te laten vliegen. En een paar keer zich in de schedels van de elfen te laten klieven. Tyr heeft zo onderhand het noloze pacifisme tegen deze lichtelfen in het bijzonder opgegeven. En laat ons rustig onze gang gaan. Is wel beter zo. En terwijl ik de vorige part afzoot, besefte ik me dat ik helemaal niet in het bestiarium had gekeken om deze lichtelfen op te zoeken. Is wel zo verstandig. Dus bij deze. De ontdekking van het Meer der Zielen markeerde het begin van een grote scheuring binnen Alfheim. De lichtbron bevatte de macht van het licht en de elfen die zich koesterden in zijn gloed raakten geobsedeerd door hun nieuwe kracht. Ze vonden nieuwe manieren om zichzelf uit te drukken met kunst en uitvindingen. Het was een tijd van grote welvaart, maar dat gold slechts voor de helft van Alfheim. Toen de levende woestijn begon uit te drogen, vond de andere helft van de werelden dat de prijs van de vooruitgang te hoog was. Het leidde tot een geweldspiraal die tot op de dag van vandaag voortduurt. In iets verfijndere beschrijving dus, waar we het de afgelopen part over hebben gehad. En het is echt vreselijk jammer dat inderdaad heel veel moois dat uit Alfheim is voortgekomen, ten koste is gegaan van andere natuurlijke mooie dingen in plaats van kunstmatig. Maar zo gaat het ook heel vaak in de echte wereld. Maps op hun kop om hun masker eraf te slaan, waarna je kunt toestaan met de krachtige aanval en ze gemakkelijker kunt verdoven. Oké, als ze explosieven naar je gooien, is het misschien wel een aardig idee om die terug te gooien. Misschien. Echt zo laconiek, typisch Kratos. Lichtelf krijger. Oké, dat zijn dus die met die dubbele kromzwaarden. Heel gaaf. Ik heb zelf ook een aardig kromzwaard hangen. Deze elfen zijn bijzonder vaardig met hun zwaarden. Je moet je goed concentreren om ongeschonden uit een duel te komen. Dat geldt voor elke strijd, toch? Kratos is alleen maar van focus, focus boy. Lichtelf Mysticus. Die gooien dus die dodelijke lichtbollen. Mystici houden liever afstand tijdens het gevecht dan. Niet in emotioneel opzicht, want ik weet zeker dat ze graag hun gevoelens delen met hun kameraden. Ze zijn erg bedreven in aanvallen op afstand die erg moeilijk te ontwijken zijn. Dat hebben we al ondervonden, ja. Als je ze van dichtbij aanvalt, ben je in het voordeel vanwege hun zwakke voorwaartse verdediging. Je kunt de afstand tot hen bijvoorbeeld verkleinen door ze te vloeren met een welgemikte bijlworp. Oké, dat is iets om te onthouden. Oké, geen probleem, dan draaien we dat. De vraag is alleen hoe. Had Freyr not abandoned the realm, a lasting peace may have formed. But now, can we really place all the blame on Freyr? This war started long before his arrival. But he had the power to heal this land and end the war, did he not? He made his choice. The wrong one. For Alfheim, perhaps, but not necessarily for him. Of voor zijn volk. I suppose we're all entitled to walk our own paths, regardless of where they end. En Tyr die liep in de vorige part nog de les te lezen, enigszins over is er wel een juiste keuze als het om oorlog gaat. En hier staat hij er dus heel duidelijk achter dat Freyr had moeten blijven om de oorlog te beslechten. Maar Freyr die wist van dat het huwelijk met Freya en Odin verkeerd zou aflopen, koos uiteindelijk om Vanaheim te helpen en niet Alfheim. Waar ik meer geïnteresseerd in ben, dat zei ik al de vorige keer, is wat heeft Freya precies gedaan hier dat voor vrede zorgde? Welk argument of middel heeft hij gebruikt dat die elfen liet inzien
dat vrede belangrijker was? En hoe hebben ze dat argument later gewoon in de wind geslagen? Was zijn persoonlijke aanwezigheid echt letterlijk essentieel om dat argument naar voren te brengen? Allemaal vragen die waar we nog geen antwoord op hebben. Oké, dat deed iets. Het is heel fraai. Is dit letterlijk de laatste deur naar het licht, vraag ik me af. I'm sure there's a way to set it in place with some highly targeted destruction. Mijn specialiteit. There we go. Oké. Nu hebben we een snellere route naar boven. En nu alleen nog dat schemersteen in de juiste positie plaatsen. There we go. Oké, en er is ook een vriespunt voor de Leviathan X. Oké, niet dat dat heel veel toevoegde. Staat het nu in de goede positie, vraag ik me af. Nee. Oké, er is iets anders nodig nog. Oké, dat deed iets. Maar ik betwijfel of het al in de positie staat die nodig is momenteel. Oh, zo, oké. Nu zie ik het. Die vleugel die kunnen we zo... Bingo. Alright. Even een kwestie van je hersens gebruiken. En de aanwijzingen van je compagnons die dit keer wel tijdig zijn. Here, the last time we were here, we killed the Dark Elf King. That's unfortunate. I'd wondered what became of Svartalfheimr. We had to defend ourselves. But when he died, he told us we helped the wrong side. I see. There we go. This way. Oh ja, de muziek verandert ook passend. The Light of Alfheim. En met vernieuwde graphics. Almost. Do you still hear something wounded out there, Atreus? I think so. It could just be the storm. Perhaps we can investigate. Once we've uncovered a mysterious seer's hidden prophecy. Ja, goede sidequest straks. Het is een beetje net als Mordor. Het oppervlakte is troosteloos, grauw en doods, maar daarboven zijn prachtige flonkerende sterren zichtbaar. Licht en hoop. I like it. En wat daar beneden ook aan het lijden is, we zijn in positie om het te helpen. Ik vind die architectuur wel apart. Het lijkt wel enigszins op de Realm Towers die Tyr zelf heeft ontworpen. Maar de betekenis en functie is vast van iets anders. Typisch Alfheims. Oh, wauw. Wauw, echt. Ik krijg kippenvel, ik voel het. Ik wil hier gewoon even de tijd nemen in dit heiligdom. Holy shit. Wauw. Waanzinnig mooi. The central chamber will bring us to the top. Once we find our way past yet another light door. Het hier begint zo ook een beetje zat te worden. Is dit werkelijk de laatste? Zijn er van de vier geen obstakels meer? Je moet het die elfen nageven. Hoe ze ook aan die architectuur zijn gekomen. Ze op hun manier vereren ze het heilig licht net zoveel als iedereen op Alfheim.
pairs quite nicely with the Twilight Stone. A knack for interiors, these light elves. Oh ja? Niet dat ik het zien kan. Ik ben gewoon echt zo diep onder de indruk van hoe de game designers dit hebben ontworpen. Het is een prachtige mix van Art Deco en Art Nouveau. Dat waren dus de termen waar ik de vorige keer niet op kon komen. En iemand die meer verstand heeft van kunst, die vindt vast wel de exacte term ervoor. Your father is indeed thorough. Limitless. Limitless what? Power? Growth? Ambition? A bit vague, isn't it? Of het omvat gewoon alles wat je net noemde. Dat is wat het licht inderdaad symboliseert voor de elfen. Dat is wat dat allemaal mogelijk maakt. En er was een tijd dat ze gewoon het licht niet eens kenden. Dat ze zonder het leefden. We weten hoe de elfen eruit zagen voor die tijd, maar hoe ze leefden voor ze het ontdekten, ben ik heel benieuwd naar. En hoe ontdek je zoiets niet? Dit is, ik weet niet eens precies hoe je het moet benoemen, zoiets kolossaals en heiligs, maar hoe ontgaat je dat voor eeuwenlang? Nou ja, het ontging ons mensen jaren dat de aarde rond was. En sommigen die geloven nog steeds dat de wereld plat is. Laat ik eens even kijken wat er in die rune-lezing stond. Onbeperkt. Je moet de lichtelfen één ding nageven. Zo'n mooie tempel vind je nergens anders in de negen werelden. En dan te bedenken dat dit alles 2 winters geleden in het donker lag en onder het nestmateriaal zat. Dat spreekt ook wel van de enorme efficiëntie waarmee die lichtelfen te werk gingen. Ze hebben in een mum van tijd alles omgetoverd in hun eigen versie van hoe Alfheim eruit moet zien. Dat had op zijn eigen manier ook vast ook wel iets. Maar zeg nou zelf, wit marmer en gouden randjes zijn toch een stuk aantrekkelijker. Ja, maar zoals ik ook al zei de vorige keer, alleen omdat iets er mooi en onschuldigs uitziet, betekent dat niet dat het dat in de praktijk ook zo is. This is one particularly good example. Op naar de top. Als dat lukt. Nee, we zitten nog met massief licht opgescheept. Moet ergens wat van het steen in de buurt zijn, zodat we die laatste doorgang kunnen verbrijzelen. Question is how. Hoe doen we dit? Oh, oké. Ja, ik zie het al. Daar kunnen we wel wat op verzinnen, denk ik. Damn! Zeg wat je wilt van Tyr, maar hij is zeker niet nutteloos. Oké. Well done. At your service. Nice. Katels die een compliment geeft. Dat is zo zeldzaam dat ik, als ik er een penny voor verkreeg, die ik op één hand kon tellen. Ah, the light of Alfheim. How stunning. En ook traumatiserend als je er zonder waarschuwing in begeeft. What's wrong? I could hear mother inside last time, but I can't anymore. Your soul is one with the light now, united by forces older than Odin himself. She is at peace, Atreus. I hope so. When father went inside the light, he said he went inside the light of Alfheim? Yes. And yet here you stand, of sound mind and decidedly not incinerated. You must tell me, Kratos, what did you see? That memory is for me alone. But I felt only moments pass. Didn't feel like moments to me. I was trapped. Atreus overcame great odds to save me. One could but only imagine. Well then, Groa's triptych awaits. Ja, Fae was daar. Ze was daar werkelijk. Hij kon haar zien, hij kon haar horen. Maar het duurde maar even. En voor Atreus
gingen uren voorbij terwijl hij moederziel alleen was en al die elfen in zijn eentje af moest slachten. Het was traumatiserend voor hen allebei. Maar het hielp hen ook hun relatie in de juiste richting te duwen. Dit is de tempel waar we de vorige keer waren. Dit is de hoofdruimte. En hier moeten we het licht achter ons laten. Ik word er gewoon echt emotioneel en melancholisch van, merk ik. Het is gewoon zo fraai ontworpen. En als je nagaat wat de werkelijke aard is van dit licht. Alle zielen van al het niet-menselijke dat ooit is heen gegaan. Dat huist hier binnen. In vrede. So, did you ever meet Groa? Many times. But she was plagued by constant visions, so... Conversation was difficult, to say the least. Oh, God! Hij kan haar horen. Voor het eerst. She's gone. Ugh. Yes. Keep moving. That is sinister. Man, dat was prachtig, echt. Almost there. Huh? They've changed some stuff. Last time, there was all this hive stuff up here. So many dark elves. All this time, I thought the dark elf king. I thought all the dark elves were. Tyr. Yes. Did we help the wrong side? Hmm. Are you certain that's the right question? What's the right question? Is there a right side? Exactly. What do you think, Atreus? Is there a right side in this war? In welke oorlog dan ook. Then perhaps you shouldn't pick one. Oftewel, ga oorlog uit de weg. Alleen tenzij het echt niet anders meer kan. En zelfs dan is het nog twijfelachtig of je het moet starten. Maar man, echt, dit was... Zo'n weergaloos moment. We horen voor het eerst in heel lange tijd hoorden we Fae's thema weer. Dit lied, deze versie ervan, heet The Pool of the Light. Kratos, de eerste keer dat hij in Alfheim was, hoorde hij niets van Fae. Alleen Atreus kon haar horen en hij werd wanhopig bij de kans dat ze daar binnen was en dat hij haar kon zien. Kratos ging en besefte dus dat dat wel degelijk waar was. Maar nu voor de tweede keer in Alfheim. Hij is zo veranderd sinds de laatste keer dat hij daar was. En in zijn hart, hij mist Fae nog steeds verschrikkelijk. Hij rouwt diep om haar. En we weten allemaal dondersgoed waarom. Ze was het beste dat hem ooit in zijn leven is overkomen. En heel even... reikte ze naar hem uit vanuit de wereld van de doden. En heel even, ondanks zijn uiterst rationele brein,
ondanks al zijn eigen waarschuwingen van gefocust blijven en zijn afwijzingen van Atreus zijn verlangen in de vorige game, werd hij gewoon heel even in verleiding gebracht om zich bij haar te voegen. Daar zou hij werkelijk vrede en rust en geen pijn meer hebben. En het is dan uitgerekend Atreus die dit al heeft losgelaten. Hij kon haar juist nu niet meer horen. En hij juist hield Kratos tegen om die fout te begaan. Je ziet, beide hebben ze nog steeds heel veel verdriet en gemis over Vee. Maar Kratos moest nu echt gewoon letterlijk wakker geschud worden uit die dromerige toestand dat zijn vrouw slechts op een paar meter afstand was. En dat van blijf voortbewegen. Hij zei dat meer tegen zichzelf dan tegen Atreus. Ga verder met je leven. Ze zal niet meer terugkomen. Dus gebruik de tijd die je zelf nog hebt nuttig. Alleen die sinistere muziek terwijl we naar Tyr terugliepen, dat begrijp ik niet helemaal. Tyr is wel de laatste van wie ik gevaar mag verwachten. Want gevaar is juist iets wat hij zoveel mogelijk uit de weg wil gaan. En hij heeft niets anders gedaan dan onze uit dankbaarheid helpen. Het is een moment, toen ik het de eerste keer beleefde in de eerste God of War game. Och man. Echt weer een uitstekend voorbeeld van hoe waanzinnige regisseur Eric Williams is. Hij weet Cory Barlog meerdere malen te overtreffen wat zijn gave voor regisseren betreft. En dat werkte zeker voor deze scène. Die stem uit Pool of the Light die is gemaakt, die is afkomstig van de Noorse of Zweedse zangeres Ithor. Ik weet niet precies hoe ze heet, maar zij zingt dus continu dat thema van Vee. En het is waanzinnig. Het is een van de prachtigste thema's die ik ooit heb gehoord. Oké, tijd om haar achter ons te laten. Keep moving. Het is maar goed dat Tyr kan springen, anders hadden we hem misschien de zwaarden moeten lenen elke keer. Eens kijken, doet dit nog iets? Niet per se dus, oké. Okay. Jammer. Wauw, echt, ze hebben wel mooi de bloemetjes buiten gezet. Alles ziet er heel goed verzorgd uit. Zelfs al leidt het nergens heen, ik wil toch gewoon even weten wat voor effect het kan hebben. Laatste keer dat we hier waren en Atreus en Kratos samen de tempel verlieten, was de relatie heel gespannen en wrokkig. En toen we hier laatste keer waren, staken talloze lichtelfen pelgrims de brug over om het licht te zien. Het is nu helemaal verlaten. Zelfs geen duistere elf te bekennen hier. Maar we zijn wel eindelijk bij ons doel. Goa's drieluik is aan de andere kant. En hier waren ook allemaal grotten en spelonken waar verborgen schatten waren. Dat hebben ze nu ook allemaal opgeknapt en opgeruimd ter verering van het licht. Het is heel fraai, maar nog steeds waar het vandaan komt. It's sad. Eindelijk een smederij. Ook meteen. Sindri, good to see you. Oh, definitely need that. Do you believe in fate, Sindri? Oh, of course not. You think I'd wash my hands this much if I thought that what I do doesn't ultimately matter? There's one thing with any say over how we live our lives, and that's us. Nice.
Alleen de reuzen die hebben er dus een nogal andere kijk op. Vraag me af hoe Brock erover denkt. Hij lijkt me ook een heel cynische en pragmatische vent wat Lot betreft. Hij maakt letterlijk alles in zijn leven met zijn eigen handen en hij breekt het ook. Dus ik denk dat ze daarmee vast wel op één lijn zitten. Hey, Sindri. Wasn't your forge on the other side of the shrine last time? My, someone's got an eye for detail. Perhaps the light elves felt it looked better on this side. They do have a thing for aesthetics. Honestly, I'm as puzzled as you are. It's best not to look a gift forge in the 2 year. Very messy. Anyway, good luck! Ja, ze hebben gelijk. Het stond eerst gewoon een paar meter hier zo, maar ik denk dat ze vonden dat het zicht op de fontein verstoorde. Het feit dat ze hem gewoon hebben toegestaan hier te werken en dat hij nog leeft, is een nog grotere verrassing. Maar ja, hij kan natuurlijk tussen de werelden stappen. Hey, hij heeft dat voordeel. Voor we dit paneel openen en een kijkje gaan nemen, wil ik eens kijken wat we kunnen aanschaffen. Oké, dat eerbetoon aan Freyr, dat kunnen we wel verkopen. En ik ben er dankzij een video van Miranda Lorien er ook achter gekomen dat die Kvasir gedichten worden opgezagen in het huis van de Huldra broers. Dus we kunnen ze gewoon uit onze verzameling halen. Oeh, deze look fantastic in my storage chest. Oké, bingo. De herrijzingstenen die hebben we nog niet één keer nodig gehad, verrassend genoeg. Oké, we kunnen het stukje beest gebruiken om de pijl met rune-inscriptie verder te upgraden. Alright. What'll it be? Voor de rest is beestenbot nodig. Oh, nice. We kunnen verlichting schouderpanzer maken. Heel mooi. Oké, we gaan er 20 op achteruit, maar ook 20 op vooruit. Weet niet zeker of ik vitaliteit wel kwijt wil, want dat is echt best wel onontbeerlijk. Maar we krijgen wel meer rune en dat betekent meer runeschade met de bel en de runeaanvallen die erbij horen. We kunnen het in ieder geval maken, daar ben ik sowieso een voorstander van. Oké, hier gaan we ook niet voorop of achteruit. Hetzelfde voor deze. Het sucks. Oké, dan schaffen we gewoon de verlichtingsschouderpanzers aan en laten daarbij. Wear it with pride. You got it. Oké. Ik vind dat andere harnas van Nidavellir sowieso mooier. Huh. That might be my best piece yet today. Very good. Kijk, hem nou eens complimenten geven. Dat is al de tweede vandaag. Gonna keep it spatter-free this time, right? Kratos? Nope. Oké. Meer geld om het te upgraden hebben we sowieso niet. We hebben dwergenstaal nodig en meer hekzilver. Dus dit kunnen we bewaren voor een volgende keer. Oh, kijk, maar dit is beter. Oké, je gaat er, als je deze upgrade er 16 op vooruit. En hier 15. Maar je gaat er minder op achteruit qua vitaliteit dan ik dacht. Misschien is dat iets voor later als we voldoende aan currency hebben. Voor nu laten we Groa's drieluik gaan bekijken. I think I see something. The giants always did enjoy hiding their secrets in plain sight. Wait until you see this. Was Tyr hiervan op de hoogte, vraag me af, dat dit kon? Oeh. Ah, yes. Here we have Groa's search for her missing husband. She was relentless in her attempt to find him. Meditated for weeks on end. Unfortunately, she found something else. A vision of Ragnarok. Word of Groa's vision reached Odin. He sought her out, demanded a private retelling. Didn't like what he heard, apparently. Natuurlijk niet.
Ironwood? That's the... I don't know what that is. Kijk aan, kijk aan. Sanctuary for giants. Curious. So it's in Jotunheim? I know some giants thought so, but Ironwood isn't anywhere, lad. It's a concept, a metaphorical paradise. En van wolven, zo te zien. Groa requested her ashes be returned to Jotunheim, while her soul found peace in the light. Difficult to imagine Odin respecting those wishes. En daar hebben we die kampioen weer. I think it's supposed to be me. You assume too much. Aye, best not to read into these abstractions so literally. Prophecies are slippery by nature. Maar wat betekenen die speren en pijlen? Oh, some are more obvious than others. Ragnarok. Aye, the end of everything. So this is it. There's nothing we can do to stop it. There must be a way. Why else is this hidden? Daar zijn Thor en Jormungandr. Look, here. This is what we saw. It's you. Fighting in Ragnarok. No. I don't... Is het degelijk hem? Zijn naam staat er niet bij. What's this then? That's new. Dat is Surtur. Asgard is destroyed? En de andere werelden blijven gespaard. Ze worden hernieuwd. Dankzij de kampioen. En Odin dies. She lied. Roa lied. Of course she did. Odin's working off a false prophecy. So then, we can win Ragnarok. Zeker weten. We can beat Odin. We are not present in any of this. But that was Tyr leading the charge against Asgard. Plus, Hel's army was there. And the elves. Champion. Alle puzzelstukken okay. Komen wel bij elkaar, ja. Whatever that is, doesn't matter. But for the first time, we know something Odin doesn't. We just saw we can win. Waarom is Tyr daar zo door geraakt? Want hij is niet die kampioen. Don't allow prophecy to define my choices. But we just saw no, Atreus. This is wrong. Come. There is much to discuss. Zelfs al is het alleen Asgard en we winnen van Odin en de andere werelden bloeien. Het is nog steeds oorlog waarbij onschuldigen omkomen. Dat is een nieuwe knikker. Heel interessant. We can't stop Ragnarok. But we can win it. If Asgard is destroyed, Odin will not be the only casualty. There must be another way. Ja, dat is Tyr. Hij denkt meteen aan de onschuldige slachtoffers in Asgard die zullen vallen. Niet iedereen in Asgard is zo verdorven als Odin, net als bij de elfen. Er zal hoe dan ook oorlog komen waarbij iedereen in Asgard wellicht zal sneuvelen. Maar Ragnarok is dus volgens Groa's profetie, en ze had blijkbaar een uitstekende pokerface om Odin te kunnen misleiden. Alle werelden die blijven gespaard. In plaats van dat Ragnarok normaal alle werelden zou vernietigen en opnieuw zou laten herrijzen. Dit spreekt wel degelijk van een soort herrijzenis en vernieuwing. Maar dat komt doordat Asgard nu uit de vergelijking is. En de werelden vrij zijn van onderdrukking. Ze kunnen letterlijk een soort van wedergeboorte ondergaan op die manier. En dat is goed nieuws. Er zijn alleen twee enorme onzekerheden. We weten niet wie de kampioen is. En we weten ook niet of het werkelijk Tyr is die aanval van die legers leidt. Bij geen van beide figuren stond een naam. Het kunnen net zo goed heel andere figuren zijn. Misschien is een van hen zelfs wel Kratos. Maar dat weten we niet. De enige aanwijzingen zijn een hoorn en een speer. Een hoorn die associëren we met Heimdall. En dat lijkt me heel onwaarschijnlijk, want hij is een van de trouwste bondgenoten van Odin. En een speer, die is normaal toegeschreven aan Tyr. Verder hebben we geen details. Het is wel interessant in de nieuwe mogelijkheden.
Maar zoals Sindri tegelijkertijd ook zei, we bepalen zelf wat ons lot is, niet wat opgeschreven staat. Het lot is een heel uitgebreid en complex thema in deze game en voor beide kanten valt wat te argumenteren. Het is in ieder geval verstandig om niet roekeloos te handelen nu we dit weten en heel voorzichtig met deze info om te springen. Tyr die is behoorlijk aangeslagen in ieder geval. Hij is hoe dan ook van plan geen strijd of oorlog te voeren, zelfs als dit de enige manier is waarop ze kunnen winnen en groter bloedvergieten zal worden bespaard. Maar Odin zal niet stoppen zolang hij denkt dat de oude profetie ten uitvoer zal komen. En als hij de ware aard van de profetie wordt, dan zal hij er nog harder op gebrand zijn, want dan verliest letterlijk alleen hij en niet zijn tegenstanders. Perhaps we should focus on our egress. Oh crap. Agreed. Gotcha. Die zijn niet blij dat we helemaal tot het licht zijn doorgedrongen. We kunnen beter het hazenpad kiezen. Oh boy. Verdomme. Ik vergat hoe snel ze zijn. Dank je, Mimir. En de doorgang, die is nu vrij naar beneden. Geen tijd verspillen beter. Nachtmerries. Geen probleem. Ah, crap. Oké, andere tactiek. Right. Kom eraan. Tot ziens, Alfheim. Nice knowing je. Oké. Oh, crap. Soepeltjes, oké. Even rust. Dat geeft even de gelegenheid om te praten over iets wat nog niet verder naar voren is gekomen in die reuze dimensie. Ze spraken ook van een diefstal van de zon en de maan. En dat de zon en de maan zouden worden gered door dezelfde kampioen die met Tyr de legers van Ragnarok aanvoert. En Skoll en Hati en Vanaheim die zijn er ook bij betrokken. Ik denk dat het verstandig is om een uitstapje naar Vanaheim te plannen als we terug zijn. Kratos, zijn skepsis is helaas niet afgenomen wat dit betreft. Oh boy. Oh crap. Tot ziens. We need to keep moving. Kom maar aan, Tyr. Focus, Atreus.
Nee, hij heeft net gezien dat het misschien onvermijdelijk is dat hij voor een slagpartij gaat zorgen. Natuurlijk is hij niet oké. Hij geeft heel indringend aan van ik bepaal zelf mijn lot, niet wat er staat geschreven. Maar het is duidelijk dat hij dat maar half gelooft. Hij is heel bang over wat komen gaat. Dit is echt wel een stuk snellere afdaling, moet ik zeggen. Son of a bitch. Alright, here we go. Echt, die muziek is best wel van apart slag. Ik weet niet precies... Oh! Oh, man. Oh! Ik denk dat dat de aanvoerder is. En eindelijk tonen ze ons ook hoe je die blauwe moet blokkeren. Nice. Parierschild, dat komt nu even goed van pas. Woe! Oké, dit werkt niet. Alright, zo gaat hij goed. Woe, net op tijd, oké. Okay. Oh man, echt Tyr, die is helemaal van slag. Hij heeft zojuist een elf gedood, terwijl hij zwoer dat hij geen geweld zou gebruiken. Zoals hij heeft een breekpunt. Yes, oké. Okay. Oké, okay, we hebben er bijna. Come on. Trying. Oh. Oh shit. Nee, dacht het niet. Damn. Tyr, are you okay? No. Ach. Ja, dat snap ik. Als je als pacifist je eed breekt, onbedoeld of niet, och, daar herstel je je niet zomaar van. Hij gaf al aan, hij zou liever sterven dan geweld gebruiken om zijn eigen leven te redden. En nu heeft hij precies dat gedaan. It is over. It is far from over. Damn, dat is disrespectful. It's gonna be okay, Tyr. You've seen what is to come. I told you I would not follow you to war, and yet here I am, dragging an innocent elf and marching towards the destruction of Asgard. What choice do we have? There is always a choice. I will not lead you to war. I won't. I'm not that god anymore. I don't want to fight. But with you three, there is no avoiding it. Your path leads to countless deaths, unimaginable pain and suffering. Oh man, je moet het Brian Pendergast of Ben Pendergast nageven. Hij weet hoe hij die frustratie en wanhoop in Tyr uit moet drukken. Ik snap hem helemaal. Het is niet helemaal eerlijk, want het geweld zoekt ons vaker op dan wij het. Heb ik het gevoel.
Maar ja, hier staan we. En het meest rechte pad vooruit leidt inderdaad naar genocide van het volk van Asgard. Man, het verbaast me dat hij dat lijk zo meesleept. Ik had verwacht dat hij het gewoon in zijn armen zou dragen. Maar ja, hij is enigszins in shock. Ik denk niet dat hij het wat die betreft helemaal op een rijtje heeft. Onze tijd in Alfheim is in ieder geval over. We kunnen beter alleen dat gewonde beest opzoeken en gewoon een eenvoudigere, nobele daad verrichten. Oh no! Ho! Oh! Oh, oh god! Hold on! Over here! Your chain! Dat is dezelfde muziek als toen Jormungand er verscheen. Dank je, Tyr. Kijk, respect. Je kon het voelen. Agreed. Oh, oh man, ik voelde dat. Judgy look. No, sir. Ja, ze voelen allemaal, we hadden dit niet moeten doen. Hey, Tyr. Thanks. And I'm sorry about before. No. I am sorry. I should never have come. We shouldn't linger. Arme Tyr. Nu moet hij goed leven met de kennis dat dit hen boven het hoofd hangt. Nice, hij dacht weer heel even aan Vee. Dichterbij is hij niet gekomen sinds zijn vorige uitstapje in het licht dan in het meer der zielen zelf. En Sindri bleef hier waarschijnlijk uren om te zoeken naar Boksiel. Het is prachtig. Ik wou dat ik hiervan de thumbnail kon maken voor de video, maar YouTube staat dat helaas niet zomaar toe. Tyr, hij is een goed mens. Hij zou ons sowieso niet hebben laten sterven. Maar het feit dat hij ons dus verwijt dat we hem continu naar geweld en dood leiden. En dat wij twee van plan zijn. Of in ieder geval, daar lijkt het op om een allesverwoestende oorlog te beginnen. En toch redt hij onze levens met die wetenschap. Omdat hij simpelweg vindt dat we dat niet verdienen. Dat het het juiste is te doen om ons leven te redden van een vader en een zoon. Je krijgt gewoon heel veel respect voor wie Tyr is als persoon. Hij is niet zomaar een pacifist. Hij is complex en heel menselijk. I like the guy. En Ben Prendergast die speelt dat tot in perfectie. Look, I just want to do the right thing. And according to prophecy... Speak no more of prophecy. War will not give you the purpose you seek, Atreus. Only slaughter. So what are we supposed to do? Roll over? Do nothing? Enough. Nee. We'll discuss our next move when we are out of danger. We zoeken een andere weg dan oorlog. Die moet er zijn, op een of andere manier. We kijken gewoon niet voldoende. We denken niet uit de box. Het is een wapenkamer van de lichte elfen. Looks nice. Maar Kratos is het echt nu meer dan zat als hij ziet wat
alleen de aanblik van profetie alleen al aanricht. Hij heeft het zelf opgenomen tegen de godin van het lot om zijn bestemming te veranderen. En dat pakte miserabel uit. En Lot hangt als een schaduw over de nagedachtenis van Vee heen. En dit heeft nu Tyr ernstig verontrust bijna in een midlife crisis gebracht. Het obsedeert zijn zoon. Ik snap dat hij er meer dan genoeg van heeft. Maar het lot van een heel reuzenras draaide om die profeties. Het stuurde hem en zijn zoon op hun reis naar Jotunheim. Het is iets waar Vee sterk in geloofde, waarvoor ze haar volk deels verliet. Ze verkoos ervoor om zich aan het lot toe te geven, maar gaf er ook haar eigen draai aan. Ze veranderde haar lot en daarmee vele andere dingen enigszins door haar eigen koers te varen. En toch verliep het precies zoals de reuzen hadden voorspeld op die muurschilderingen. Er is dus wel degelijk een manier om Lot op een voorgeschreven manier te laten voltrekken, maar ook om er kleine wijzigingen in aan te brengen door je eigen keuzes. En dat is een balans die de karakters hier moeten gaan zoeken. En ik denk dat die balans zal liggen in het verslaan van Odin en de macht van Asgard te breken zonder een grote eindstrijd of iets dergelijks. Maar waar je dan moet zoeken, dat is een compleet raadsel. We shall see. Back in the desert. Lovely. Wat een drastisch verschil. Jesus. Hier zie je weer de elfen eindeloos knokken. We hebben nog geen duistere elf gezien hier, behalve hun lijken. Ik vraag me af waar ze zijn. Oh! Ik denk dat ik daar mijn antwoord heb. Oh man, dit is gewoon te mooi. Het is oorlog. Precies wat je wilde, Atreus. Het is chaos en het is zinloos. Oh, oké. Okay. Dat was niet per se de bedoeling, maar oké. Oké. Klaar? Voorlopig. Mijn gedachte hetzelfde. Nice tier. Oh crap. Buiten de heilige muren woedt de strijd gewoon keihard voort. Ze letten haast niet eens op ons. Oh crap. Ja. Jezus, oké. Vlug wegwezen hier. We bewijzen Tyr zijn gelijk, zus alleen maar. Maar ja, niet helemaal eerlijk. Die elfen die zoeken gewoon constant ruzie met iedereen die ze tegenkomen. There we go. Let's get the fuck out of here. Let's go, let's go. Kom maar aan. Oh my god. There we go. Ik zoek hoe dan ook de kans om wat meer van dat schemersteen te gebruiken. Want het is echt heel gaaf om te doen. Woe! Oké. Dank je, Mimir. On it. Oh man. De strijd is weer in alle hevigheid losgebarst hier. Let's keep moving.
Copy that. Oh shit. Wow. Wat heeft dit in godsnaam in gang lopen zetten? Het was eerst nog rustig. Of misschien is het gewoon weer de zoveelste schermutseling hier. Er nu bijna uit zijn, zoals onderhand. I'll meet you on the other side. Oh! Keep pushing forward. Oh man. We zitten echt letterlijk midden in de oorlog zelf, of we nou wilden of niet. Tyr is not gonna be happy. Dat was hij sowieso al niet. Tijd voor wat Sparta Rage! Wegwezen hier uit dit helhol. En het is niet eens Helheim. Oorlog. Je weet het pas zeker als je er middenin zit. Maar het is voortdurend chaos en ieder voor zichzelf. Er is niks romantisch aan. Ja. Denk dat we Tyr maar niet meer voor een volgende trip mee gaan vragen. Tyr, we... Open the gateway, please. Right. Oh man, ik heb hem nog nooit zo geagiteerd gehoord. Yourself the legacy this one has left for the Barons. I've had far more than I can stomach. Ach. Geef hem geen ongelijk. Keer terug naar Sindri als je klaar bent. Oef, ik denk dat Atreus nu echt wel een flinke wake-up call heeft gekregen. Hij heeft nu in ieder geval een stuk beter besef van dat oorlog absoluut niet iets is waar je op moet hopen. Nu moeten we alleen nog duidelijk zien te krijgen, is er een ander pad mogelijk dat toch onze doelen bewerkstelligt, namelijk de val van Odin. En Odin alleen. Look, I know we can't trust prophecy, but I'm not sure we should just ignore what we saw either. Dat doen we niet. I'm not ignoring it. We will discuss it back home. For now, I wish to search for the wounded animal you heard earlier. You? Really? Yes. Well, okay then. Good. Yeah, lead the way. Kijk hem eens opbeuren. Ja. Er zijn weinig dingen die Atreus blijer maken dan van nut zijn voor hulpeloze dieren. En Kratos gaf daar eerst geen bal om, maar simpelweg, hij is veranderd. En het is heel mooi om dat hier te zien. Tussen alle verwoesting en dood. Dat we één onschuldig leven misschien kunnen redden. Inderdaad, ook al heeft Kratos zijn buik er vol van. Omwille van de wens van zijn zonen. En omwille van de reusachtige consequenties die erachter schuilen. Verdient het zeker een nader onderzoek. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Even als dat arme dier uit zijn lijden verlossen. Ik hoop dat jullie van deze part hebben genoten. Het was voor mij super entertainend. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber met een nieuwe playthrough van God of War Ragnarok.
Goodbye, stay safe, and live long and prosper.